dit is de Robert Roest zoals velen hem nog herinneren. De verdediger speelde verdeeld over 2 perioden 8 seizoenen voor FC Utrecht. Robert werkt nog steeds bij FC Utrecht. Hij is trainer bij de jeugd en dat had hij zelf ook nooit verwacht. Klem zat vast en Roest profiteert daarvan. Dat maakt 0-1. Ik, voordat ik trainer werd, altijd heb gezegd dat ik het niet zou worden. Uiteindelijk heb ik dan 19 jaar betaald voetbal gespeeld. En het eerste wat je dan toch doet is toch maar even kijken of je dan je trainingsdiploma halen. Dan wellicht een optie is om dan te kijken hoe het dan is om met jeugd om te gaan. En om trainer te zijn überhaupt. Maar vanaf het begin af aan is het me goed bevallen. Het is na het voetballen zijn het leukste beroep, denk ik. Roest is al 6 jaar jeugdtrainer en heeft verschillende elftallen onder zijn hoede gehad. Scheidsrechter! Buitenspel! Hij is een trainer die zijn spelers vooral mentaal wat bij wil brengen. Dat is de eerste overtreding! Hij probeert ons altijd alert te houden over omschakeling en alles. En vooral met de trainingen, erg scherp trainen. Dat duwt hij er wel in bij ons. Ik wil hem bijbrengen, zeker bij een betaald voetbalclub als FC Utrecht, dat het voor weinigen weggelegd is om überhaupt bij een dergelijke organisatie te mogen voetballen. En ik heb dan ook nog wel vaak het idee dat ze er makkelijk over denken. Vooruit, weer vooruit nu, vooruit! In zijn trainersperiode was hij onder Tom de Chatigné zelfs even assistent hoofdtrainer van het eerste. Dat hij nou weer voor een jeugdelftal staat, is voor hem geen probleem. En ik zie dan ook zeker niet als een degradatie of hoe dan ook als je assistent bent geweest bij het eerste van FC Utrecht. Ook om de simpele reden dat ik toen 1,5 jaar ervaring had bij de D2. En toen een noodsituatie was, waarbij ik mijn ogen en mijn oren wel open heb gehouden en veel van geleerd heb. Maar ook gezien heb dat dat in de toekomst ligt en nog niet voor dat moment helemaal voor mij klaar was. Gewoon lekker in de wedstrijd proberen te groeien, 15 minuutjes succes. Ja. En hoe is dat nu? Ik denk dat hij het wel kan, of hij het wil, dat weet ik niet, dat zal je aan hem moeten vragen. Ik heb wel de ambitie om ooit in de toekomst toch wel richting senioren te gaan. Maar ik denk zeker dat hij het kan, omdat hij, hij kan goed leiding geven en hij kan goed duidelijk zeggen wat iemand moet doen. Aan de andere kant is het werken met jeugd, bevalt me heel erg goed. En daarin zal ik ook op termijn zelf een keuze in moeten maken. En hoe dan de weg te bewandelen is, dat is eventjes afwachten. Robert wint met de C1 met 3-0 van de Alphense Boys en is met zijn team geklommen naar de 5e plaats. Ja, vandaag fantastisch weer. Ja.